Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het zuur-base evenwicht en hoe je dat gebruikt om een bloedgasanalyse te interpreteren. Het zuur-base evenwicht is letterlijk een evenwicht tussen de hoeveelheid zuren en basen in ons bloed. En dat drukken we uit in pH, ergens tussen de 0 en de 14. In het kader van homeostase blijft de pH van het bloed altijd tussen de 7,35 en de 7,45. Het hoeft maar een klein beetje af te wijken voor een levensbedreigende situatie of zelfs een dodelijke situatie. Daarom heeft ons lichaam meerdere buffersystemen om het zuurbase evenwicht te bewaren: het eiwitbuffersysteem, het fosfaatbuffersysteem en een hele belangrijke, waar de rest van deze video ook over gaat: het bicarbonaatbuffersysteem. De bicarbonaatbuffer wordt op de scheikundige manier zo geschreven: H2O. Plus CO2 wordt H2CO3 en dat wordt dan weer H en HCO3. En de reactie kan ook de andere kant op lopen. Water en CO2, oftewel koolstofdioxide, kennen we waarschijnlijk al. H2CO3 is koolzuur. H kennen we ook wel als een waterstofion. En dan missen we nog de naamgever van deze buffer, oftewel bicarbonaat. Voor het gemak is het het makkelijkst om te onthouden dat bicarbonaat een base is en CO2 een zuur. En ja, voor de scheikundigen onder ons dat is dat inderdaad kort tot bocht. Maar voor de uitleg van het zuurbase evenwicht en de interpretatie daarvan is het het meest praktisch om dit zo te onthouden: CO2 is zuur, bicarbonaat is basis. Als het bloed te zuur wordt, noemen we dat een acidose. Als het te basis wordt, noemen we dat een alkeloze. Gelukkig gebeurt dat niet zo snel, want zoals ik net al zei, is de pH-regulatie in het bloed heel nauw tussen de 7,35 en de 7,45. Hierbij zijn de hoeveelheid zure en basische stoffen met elkaar in evenwicht. Er zijn twee manieren waarop bloed te zuur kan worden, oftewel de zure stoffen gaan overheersen. En dat is er zijn te veel zure stoffen in het bloed of te weinig basische stoffen in het bloed. Allebei heeft hetzelfde gevolg: het bloed wordt te zuur. Andersom zijn er ook twee manieren waarop bloed basisch kan worden. Er zijn te veel basische stoffen in het bloed aanwezig of te weinig zure stoffen. Nou, en dan is het aan onze buffersystemen, vooral die bicarbonaatbuffer, om die verschillen nooit te groot te laten worden. In onze normale gezonde situatie zijn onze buffersystemen genoeg om ons bloed in de goede pH-waardes te houden. Of je nou aan het sporten bent, een sinaasappelsap drinkt of alkalisch water drinkt. De pH van het bloed zal altijd hetzelfde gehouden worden door die buffersystemen. Maar in extreme situaties, oftewel sommige specifieke ziektebeelden, kunnen deze buffers uitgeput raken. En de bloed-pH kan dan buiten de normaalwaarde komen. Dan komen we in een situatie terecht dat er een acidoze of juist een alkalose ontstaat. En dat kan ontstaan door de longen of de nieren. Eigenlijk nog veel meer zoals ook de darmen en de maag, etc., dat we dan allemaal tot de metabole oorzaken rekenen. Maar voor het begrijpen van de basis van het evenwicht focussen we nu alleen even op de nieren. In de serie over bloedgasinterpretatie gaan we dieper in op de precieze betekenis van metabol. Nou, waarom werkt deze buffer nou met de longen en de nieren? De longen vanwege de CO2 die we kunnen uitademen of juist vasthouden, en de nieren omdat die kunnen sturen hoeveel bicarbonaat we uitplassen. Dat noemen we dan respiratoire en metabol. Dan hebben we nu dus de vier belangrijke begrippen gehad: acidose, alkalose, respiratoire en metabol. Hieruit komt dan dat we vier varianten kunnen maken: de respiratoire acidose, de respiratoire alkalose, de metabole acidose en de metabole alkalose. Nou, dan nog even overal snel de formule erbij en dan gaan we kijken wat dat nou eigenlijk betekent. Voordat we verder gaan, eerst even dit. Deze video wordt mogelijk gemaakt door de Juf Danielle Academie, de online leeromgeving om leuker te leren over het menselijk lichaam, vol met lessen over anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. Word lid via juf en bekijk daar de rest van de serie over het zuurbase evenwicht en hoe je dat gebruikt om een bloedgas te interpreteren gaan we nu verder met de les. Respiratoire acidose betekent letterlijk door de longen is het bloed te zuur, oftewel het ligt aan de CO2. Nou, hadden we al gezegd dat CO2 zuur is, dus dat is makkelijk redeneren wat er dan aan de hand is. Er is te veel CO2 aanwezig en dus te veel zure stoffen. Bij welke ziektebeelden kan je dat nou tegenkomen? Nou, bij alles waarbij er hypoventilatie is, oftewel een te trage ademhaling, waardoor er minder CO2 wordt uitgeademd. Of bij een ineffectieve gaswisseling. Hierdoor stapelt CO2 op in het bloed. Dat kan je bijvoorbeeld zien bij mensen met COPD, bij teveel sedatie met bijvoorbeeld morfine, anesthesie, hoofdtrauma, neuromusculaire aandoeningen en bij mechanische ventilatie. Respiratoire alkalose betekent door de longen is het bloed te basis. Hierbij is er te weinig CO2 aanwezig en dus is er een tekort aan zure stoffen. Door afwezigheid van zuur wordt het bloed basisch. Dit kan je zien bij te veel afblazen van CO2, oftewel hyperventilatie. Een metabole acidose betekent door de nieren is het bloed te zuur. Er is te weinig bicarbonaat aanwezig, oftewel te weinig basische stoffen, waardoor het bloed zuur wordt. Dit zien we bij onder andere diabetische ketoacidose en alcoholintoxicatie. Nierfalen en rhabdomyolie, oftewel een heftige spierafbraak. Dan nog de metabole alkalose. Door de nieren is het bloed te basisch. Hierbij is er te veel bicarbonaat aanwezig, waardoor er te veel basische stoffen aanwezig zijn. Dit kan je zien bij braken, diuretica gebruik, kaliumtekort of bij een hoge bicarbonaatintake. Maar goed, dat gaat het lichaam natuurlijk al wel niet zomaar laten gebeuren. Wat het lichaam gaat doen is het volgende. Het gaat compenseren. Als er iets misgaat in de longen, dan gaan de nieren compenseren en andersom, als er iets misgaat in de nieren, gaan de longen compenseren. Dat noemen we dan metabool en respiratoir compenseren. Respiratoir compenseren kunnen we heel snel. We gaan gewoon sneller of langzamer ademen. Maar metabool compenseren gaat langzamer en duurt een paar dagen, omdat de nieren zich dan nog even moeten aanpassen. Bij een respiratoire acidoos is het bloed te zuur door de longen, dus dan zien we dat de nieren gaan proberen het bloed basis'er te maken door veel bicarbonaat vast te houden. Hierdoor zal de pH richting de normaalwaarde gaan of zelfs helemaal normaal worden. Bij een respiratoire alkalose wil je juist bazen kwijt en zullen we dus zien dat de nieren bicarbonaat gaan uitscheiden om die basen kwijt te raken. Ook hierdoor zal de pH richting de normaalwaarde gaan of zelfs helemaal normaal worden. Bij metabole-acidose ligt het probleem bij de nieren en gaan dus de longen compenseren. We moeten zure stoffen kwijtraken, oftewel de longen gaan CO2 afblazen door sneller te gaan ademhalen, oftewel hyperventilatie. En bij de metabole-alkalose willen we juist zure stoffen erbij hebben in ons lichaam, dus gaan we CO2 vasthouden door langzamer te ademhalen. Dat noemen we hypoventilatie. Nu je de theorie geleerd hebt, is het tijd om dit te gaan toepassen op dat bloedgas. Je leert een stappenplan van drie stappen waarmee je elk bloedgas kan interpreteren. Meld je aan voor de Juf Daniela Academie en bekijk de hele serie. En natuurlijk ook alle andere honderden lessen over de werking van het menselijk lichaam. Bedankt voor het kijken!